Hi. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en het is marathondag. Altijd in april. Maar volgens mij ben ik te laat voor de marathon. Dus ik ga even een beetje rondkijken wat er op deze dag allemaal te doen is. Nou, de muziek komt daar vandaan. En daar lopen we nu ook naartoe. Ik ben nieuwsgierig. Niet bepaald voor mij, dus hier loop ik lekker snel door. Weinig muziek. Of weinig mensen en de muziek bevalt me niet. Zij komen net aan. Zo, hier en daar zie je marathonlopers afgeblust rondlopen. Ik denk naar de plek waar ze zich om gaan kleden. Hebben jullie nog wat gewonnen met de marathon? Wij hebben de finish gewonnen. Ja. Ja. Onze eerste 10 kilometer. Eerste 10 kilometer, deden jullie mee. Ja, ja man. Het was boven verwachting. We hebben boven verwachting gepresteerd. Ja, we zijn nu bij de finishlijn. Even kijken, daar is het een stuk drukker. Meneer, kan ik niet blij maken? Ik zie het goed. Ik zie nog mensen lopen. Dus het is nog niet helemaal afgelopen. Even kijken wie er nu nog loopt. 1.17.57. Nog steeds een schema van 2.11.5. En hij is één plaats heeft moeten inleveren, loopt nu als 21. Abdina Geyer nog steeds. Nogmaals, het is geen garantie, begrijpt u me goed? Het is geen garantie. Marathon begint dan bij 30-35 kilometer. Dat is wel net als je dat schema zit. En als je het niet doet, is het nog fijner. De kilometer hadden we nog alle drie de hazen in de strijd. We zaten dan met 11 aan de kop. Met buiten de hazen in Rolo, Kieptaris, Kiepseren, Zaina de favoriet. En let op Jos van Poit zit er nog bij. De haas zit op de 21ste plaats. Maar er kan nog heel veel in veranderen hoor. Ja, maar sowieso valt er aan een hazenbesluit. Ja. Professionals lopen ook nog. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het afgelopen was. Ja man, ik heb zo even naar de gezichten gekeken van de marathonlopers. Ja, die waren echt met strijd bezig. Het zijn hier de laatste meters die ze maken. En je ziet gewoon echt dat het gewoon, ja. Hey, mijn petje af voor de deelnemers hier aan hoor. Hey. Die koppen, echt bijten die gasten man. Ik wil kijken aan de andere kant van de Cole Single. Dus ik kan daar maar op één manier komen. En dat is onderdoor. Die twee mensen zijn Marius Kiepserenk met de beste tijd ooit gelopen van 2.04.04. En dan zit dan bij Emmanuel Saina met 2.05.02. En dat is een hele geschiedenis. Even kijken
kijken wat er aan deze kant van de Koolsingel gebeurt. En zoals je zag, een nieuw gebouw hier. Leuk dat ik hier ben. Nu zie ik ook wat hier allemaal gebeurt voor en na de marathon. Ik heb mijn stad niet eens goed en ik zie hier mensen mediteren en oefeningen doen en het is onderdeel van een protest. Ik vroeg die dame waar het voor is en het is inderdaad protest. Het gaat om een groep mensen in China die vervolgd worden en wat ik net liet zien waren de slachtoffers eigenlijk op die foto. Het heet Falun Gong en het gaat over lifestyle, meditatie en oefeningen. En er werd net verteld dat een van de grootste organisaties is in China en die mensen worden vervolgd. En sommige details, ja, die zijn best wel verschrikkelijk, maar dat hebben jullie ook gezien. Ja, zo net vroeg ik die mevrouw of ze ook zelf iets wilde vertellen in de camera. Maar uiteindelijk heb ik dat toch maar niet gedaan. Ik ben een slechte interviewer, vind ik zelf nog. Dus dan vertel ik zelf maar wat ze me zo net vertelde. En ze had het erover dat in China, dat het normaal is, althans normaal, het is een gewoonte dat als je levenslang zit daar, dan ben je echt heel fout bezig geweest daar. Maar ja, dat is hier ook. Maar dat ze je toch nuttig maken door je organen eruit te halen en het te verkopen. Want er zijn een heleboel, ja, tig goede mensen die een orgaan nodig hebben en de Chinezen lossen dat dus zo op. Maar dan nu met die Falun Gong, zij zijn de grootste groep gevangenen. En gezien de overheid daar heel genadeloos is naar deze groep, zijn ze easy target daarvoor. Omdat de Falun Gong een levensstijl is, wat ik van die mevrouw heb begrepen, waarvan, ja, het streven, het belangrijkste streven toch is om gezond te zijn en gezond te blijven. Dus die mensen die roken niet, doen geen ongezonde dingen, ze mediteren. Dus vul maar lekker in wat dat betekent voor de donorhandel wat op deze manier gepraktiseerd wordt daar. Dus dan, ja, ik zou het ook, weet je, als ik een lever nodig heb, ja, liever niet van een drugsverslaafde moordenaar die levenslang heeft gekregen tot dat ze al zijn organen van hem hebben geroofd. Tja. Geen pijn meer. Geen pijn meer omheen. Mooi, ik kan denken. Echt nou wat. Ik dacht dat het voorbij was, want op de Koolsingel zag ik niet veel meer gebeuren.
Maar hier is nog wel wat. Dit is de Mariniersweg. En de Goudse Singel kruist hiermee. We gaan het even checken, joh. We gaan het checken. Ik loop op, hè?